Дай да билели, да тъли. Се снимеш и началник. Просто не, по какъв случай спи тук? Ще кръщаваме Кристито. Ти се хубави работи, браво, кръстник. Трябва да стане християнче. Нормално.
Сега е в речи, след малко. Ти ли си кръстник? Аз съм кръстник, аз кръщам. Кръщал ли си бая деца? Много деца кръщав, още ще кръщав. Още една брат. На Висенте ли? На Висенте две деца кръщав, той третото. И сигурно ще има и четвърто, и пето и да дойде пак. Браво, браво, живи и здрави. Пак ще кръщав и пак. Браво. Всичко порядно. На всяка държава по едно. На всяка държава по едно, да. Браво. Да, другите... Франция имам, кажи, България имам. Едното кръщав в Франция, да? Те виж, Франция, България, второто, третото Белгия. Да, вие правите на кръщ. Виж тук, като не ни харесва Белгия след година. Две ще варим, където е хубаво. Германия, Германия, Австрия, Унгария, докато стигнем до България. В Америка чувам сега хубаво, там ще варим. Браво, браво. Штатите ще варим. Како кинчо? Да. Браво. Комбина с себе. Хрот фамилии. Куля. Да, цяло зе. Ехо. Das war auch Blasen. Allemal hier, die Familie ist allemal hier. Ja. So mogen wir auch ein bisschen früher beginnen? Ja. Ja, mogen wir starten? Da kann, da kann. Ja. Wie ist der Meter? Ja, Meter ist... Da. Ja, ja. Gut, ja. Warte. Само деле кръщава. Со. Так се зовете Кристия. Так се енде Васио Росен. Ен Валиле Ватай. Окей. Юли се алики ортодокс. Да. Худ. Енде папа из Енче Веселина. Енде мама Миглена Джорджева. Худ. Der Name Christian ist mein Name, aber es ist nicht ein echter orthodoxer Name. So, von daher mogen wir auch einen zweiten Namen geben. Nee, ist das? Begrijpen jullie? Имам второ и трето име. Първо Крисия, второ Магдалина, трето Таня. Как е? Браво. Ще има ли? Могли ли? Зай зал, их сал се допен Крисия, натурлик. Крисия. Мар, ом, ен... Ер из хен звята, звета Крисия. We have been in the calendar, хен звета Крисия. Света Крисия. Да. Няма такава... Бестат хен звета Крисия. Со, normal in der orthodoxen Kerk zusammen mit dem Namen Christia, wir geben auch den Namen von der Tag. Und der Name von der Tag ist Accentius, Mark Accentia und Johann. Wir mögen Christia Johanna geben. Christia Johanna, zwei Namen. Christia Johann. Want, so van daar is de... Ivan. Dat is voor de kerk. Alleen voor de kerk. Ja, voor de doop. Het is normaal in de orthodoxe kerk te geven Maria, Dimitri, dat zijn allemaal orthodoxe naam. Christia is een speciaal naam. Zo, Christia, ik zal ze dopen Christia, maar ook als ik mag, Christia Johanna, vandaag is de naam van de Zweti Jo Ivan. Oké? Goed. Ivan.
vandaar de heilige vandaar zijn de statio's, de statio's statio's Johannes. Ja, sorry, Johannes, Zacharia is een man. Oké, zo dat ik zeg, Oké. En de Peter of de Meter, ik zal straks vragen iets te lezen. Vieruju. Bulgaars, Nederlands, wat wil ik? Bulgaars. Bulgaars is oké. Voilà, Grieks. Ja. Straks, ik zal u of u vragen te lezen. Nee, mijn vrouw zal rapper lezen. Oké, goed. Heb je niet veel naar school geweest, zeker? Of? Jawel. Keus, maar vergeet Bulgaars te leren. Hè. Lees in Nederlands dan, hè? Oké. Zo. Angst leren of Nederlands. Wat stellen Bulgaars? De dood. Ja, de Bulgaars. Is het deel in twee delen. De eerste deel is de opname van onze Chrystia, hè? Chrystia, als een leerling. Hè? Opname als een leerling van de godsdienst, hè? Van de religie. Tweede deel, 20 minuten zo. Eerste deel. En de tweede deel is de dood. Hè? In twee delen. In de eerste deel, ik zal aan de doopouders iets vragen en we gaan samen iets lezen, oké? We gaan voor 1 minuut naar hier draaien. Ja. Dat is om Satan weg te nemen, hè? Maar straks. Sorry, straks. En dan we gaan allemaal naar Christus draaien, oké? De tweede deel, ik zal bidden en zegenen het water. Zegenen olie. We gaan onze Chrystia zalven. Dopen. En dan de tweede sacrament. De miropomazanie. Heilige miro. Miropomazanie. Oké. Ja. En het is ook belangrijk. Als Chrystia kan morgen komen voor de liturgie. Om de prichaschenie. Tussen vandaag en morgen gaat Chrystia 3 sacramenten nemen. Ja. Vandaag doop en miropomazanie. En morgen, heel belangrijk, lichaam en bloed van Christus. Tielo i krove Gospoda Boga i spasa našego Iisusa Christus. Eh? Zo, als jullie mogen morgen komen, dat is zeer mooi zijn. Hè? Ja, ja. Oké? Okay? Ja, ja. Alleen mama en papa, ik moet komen. Oh, allemaal. Samen. Als jullie willen, zijn allemaal welkom. Ja. Ja, ja. Onze liturgie begint om 21:30. Pardon, 10:30. Okay. 10:30. Maar als jullie denken, het zal een paar uren. Het is een beetje lang. Als jullie voor haar willen een beetje later komen, 11:30, 11:30 is oké. Als jullie moeten, maar natuurlijk, jullie zijn welkom altijd te komen. Hè? Maar voor haar, een beetje minder stress, als jullie willen. Oké, okay. Zeer goed. Vraag aan de meter en Peter hier te blijven. Voilà, goed. Rustig. Vorige keer, kindje, wenen, thuis, hier, doop, wenen, en naar huis wenen, de hele dag. Amen. Maar crisis. Ja. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Лат он сбиден тот дегер, Кирие Иисус. Имена. Herr Gott, der Wahrheit, von mir geboren, Sohn, von mir gekehrt, legit mein Hand auf die Diener des Chrystia. Deze is tot u gekomen en roept uw heilige naam aan om een tuffel te vinden onder de schaduw van uw vleugelen. Wat verre van Chrystia, alle verzoekingen van de boze, vervul haar met geloof aan u, met hoop op u en met liefde tot u. Doe haar weten dat gij de enige ware God zijt, met uw eigen geboren zoon en met uw heilige geest.
weer Christia om op uw wegen te wandelen en te doen wat u behaalt. Want daarin vinden mensen het leven. Schrijf Christia op in het boek der levenden. En voeg haar bij de kudde van uw erfkerk. Waar uw heilige naam in haar verheerlijk worden met die van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, en van uw leven magnet is. Waar uw ogen altijd op Christia gericht zijn en uw oren naar de stem van haar smeking. Mogen zij vreugde vinden in het werk van haar handen en aan haar gezin, opdat zij u mogen danken en uw grote naam verheerlijken en aanbieden en aan uw werk en prijzen alle dagen van haar leven. Want u bezingen alle krachten der hemelen en aan u is de Heilige Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Nu, we gaan een paar gebeden lezen, dat zijn de exorcismen. Wat bedoelt een exorcisme? Dat wij gaan onze Christia beschermen tegen de duivel, tegen Satan en zo. Zo wij gaan bidden om haar voor haar, de rest van haar leven te beschermen tegen de duivel. Hè? En tegen elke kwaad. Hm? Laat ons bidden tot de Heer. Duivel. U vervloekt de Heer die in de wereld gekomen en mens geworden is onder de mensen om heerschappij te vernietigen en de mensen te bevrijden. Want op het kruis heeft hij getriomfeerd toen de zon verdusterde, de aarde leefde en de gestorven lichaam der heiligen opstonden uit het graf. Door zijn dood heeft hij de dood vernietigd en de kraak gebroken van hem de heerschappij had over de dood en dat zijt gij de leugen. Jullie mogen zitten als u. Satan, ik bezweer u door God die de kruis met de vlammen zwaar geplaatst heeft bij de boom des levens. Ik bezweer u door hen die over de diepe water wandelde als over vaste grond, die de storm dreigde zodat deze stil werd wenst, de zeebodem droog leek en de bergen doodsmelt. Deze God beveelt u door mijn mond, Satan, ga uit van dit schepsel en keer daar niet meer in terug. Herberg u niet langer in haar, heb geen invloed meer op haar, niet bij dag en niet bij nacht. Ga terug naar de onderwereld tot aan de grote dag van het oordeel, die reeds begint aan de oorlog en angst voor God, die zetelt op de cherubim en die de diepten van het heelal doorschouwt. Voor hem beven de engelen, de aartsengelen, de tronen, de heerschappijen, de vorstendommen, de machten en de krachten, de cherubim met de ogen des vleugelige serafim. Voor hem zinderen de hemel en de aarde, de zee en alles wat zich daarin bevindt. Ga uit. En trek weg van deze met het kruis gezegelde nieuw gekozen strijder van Christus onze God, dat bezweer ik door u hem, die gedragen wordt op de vleugels der winden, die de stormen maakt tussen engelen en het vlammen vuurt tot zijn dienaar. En ga uit van dit schepsel samen met alle engelen. Want verheerlijkt is de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat ons bidden tot de Heer. Eeuwig zijn de Heerser, Heer, die de mens geformeerd heeft naar uw koningelijkenis. Geeft in hem neergelegde aanleg voor het eeuwig leven, ook toen de mens in zonde gevallen was. Heeft gij één niet versmaad, maar door de menswoorden van Christus heb je aan de wereld verlossing gebracht. Verlos nu ook die schepsel uit de slavernij van de vijand, neem haar op in uw Engels koninkrijk. Open de ogen van haar verstand, opdat daarin mogen opgaan. Het licht van uw evangelie, die heeft haar al met zegen op haar levensweg, een stralende engel, om haar te ontrukken aan alle hinderlagen van de boze. Verdreef uit haar elke boze horende geest die zich in haar hart verborgen geweest heeft. Verdrijf uit haar elke boze horende geest die ziek in haar hart verborgen geweest heeft. Verdrijf uit haar elke boze horende geest die ziek in haar hart verborgen geweest heeft. De geest van bedrog, de geest van boosheid, de geest van afgoder in alle hebzucht. De geest van leugen en alle onreinheid. Maar maak Christia tot een deel van de heilige kudde van uw Christus, tot een kostbaar lief van uw mystieke lichaam, tot kind van het licht en tot erfgenaam van uw koninkrijk. Doe haar leven volgens uw geboden, om het zegel ongeschonden te bewaren, en het bruiloftskleed onbevlekt, en daardoor deel te krijgen aan de zaligheid der heiligen in uw koninkrijk. Door de genade en barmhartigheid en de mensenliefde van uw enige geboren Zoon, met wie gij gezegend zijn, wanneer als uw heilige goede leven maakt, negeert men altijd,
and in the eeuw and the eeuw. En ik zal aan jullie vragen dat samen te lezen drie keer. Ja. Verzacht hij de Satan en al zijn werken en heel zijn aanbidding en al zijn engelen en al zijn kracht en tezamen. Ik verzacht. Ik verzacht. Drie keer. Heb jij de boze verzacht? Ik heb hem verzacht. Ik heb hem verzacht. Ik heb hem verzacht. En nu, ik zeg, blaas en spuw hem dan uit. We gaan allemaal samen zo doen. Het is om weg Satan te blazen. Oké? En nu, we draaien naar Christus. En ik zal nu vragen, sluit gij u bij Christus aan? En we gaan samen lezen. Ik sluit mij bij hem aan. Ik sluit mij bij hem aan. Ik sluit mij bij hem aan. Heb je bij Christus aangesloten? Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. En geloof jij in hem? In Heer? Ik geloof in hem als mijn koning en God. Zeer goed. U? Dat te lezen. Nu? Allemaal. Oké. Вярвам в един Бог Отец, Всевършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлината, Бог истинен, от Бог истинен роден, несътворен и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и който заради нашето спасение слезе от небето и се възплати от Светия Дух и Дева Мария и стана човек и бе разпънат за нас при Пилат Понтийски и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. En ik zou jullie nog vragen. Ja. Heb jij u bij Christus aangesloten? Samen? Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. Aanbied hem dan. En samen. Ik aanbied de Vader. De Vader. Zo doen. De Vader. Staat het? Ja, zeker. De Vader, de Vader. De Zoon. En de Heilige Geest. De een wezenlijke en ondeelbare drievuldigheid. Zeer goed. Geen zegen zij onze God, die wil dat alle mensen verlost worden en tot de waarheid komen in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat ons bidden tot de Heer. Heer onze God en Meester, roep uw dienares Christia tot de heilige verlichting en schenk haar de genade van de Heilige Geest. Ontdoe haar van oude mensen, vernieuw haar tot eeuwige leven, vervul haar met de kracht van de Heilige Geest. Doe haar één worden met uw Christus, zodat zij geen kind meer is van het vlees, maar een kind van uw koninkrijk. Door het welbehagen en genade van uw eengeboren Zoon met wie ik heilig geloof zet, samen met uw alheilige loon en leven maak, en ik geef in alle tijden in de eeuwen der eeuwen. Nu, we beginnen de echte doop. Ja. Hebben jullie een klein kruisje voor haar? Nee, een kruisje? Hij zegt dat hier zal. Oké. Okay. En een witte kleedje? Nee, ook voor hier. Ik zal gaan halen. Ja.
Gezegend is het koninkrijk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat ons in vrede bidden tot de Heer. Vrede van boven en de ring van onze zielen bidden wij de Heer. Vrede voor de gehele wereld, standvastigheid van de heilige kerken, Gods en eenheid van allen bidden wij de Heer. Heilige God, we zijn voor hen hier met geloof erbieden, vrezen Gods binnen treden, bidden wij de Heer. Voor onze artsbisschop, Athenagoras, de priesters, de diakens in Christus, alle geestelijken en het volk, bidden wij de Heer. Dat dit water geheiligd moet worden door de krachtige werking en nederdaling van de Heilige Geest, bidden wij de Heer. Water de verlossingsgenade en de zegen van de Jordaan mogen verkrijgen, bidden wij de Heer. Dat op dit water nederdalen de reinigende kracht van de bovenwezenlijke drieënheid, bidden wij de Heer. Twijfelig mogen worden door het licht der kennis en der vroomheid, door de nederdaling van de Heilige Geest, bidden wij de Heer. Water mogen dienen tot het verrijden van de kwade bedoelingen van onze zichtbare en onzichtbare vijanden, bidden wij de Heer. Dat we in dit water gedoopt worden mogen krijgen aan het onvergankelijk koninkrijk, bidden wij de Heer. Voor Christia die nu komt tot de heilige verlichting en voor haar heil, bidden wij de Heer. Dat Christia mogen worden een kind van het licht en erfgenaam van de eeuwige goederen, bidden wij de Heer. Dat Christia ingeplant wordt in de gemeenschap met de dood en de opstanding van Christus, onze God, bidden wij de Heer. Dat Christia het kleed van de doop, het onderpand van de geest onbevlekt mogen bewaren tot de dag van de wederkomst van Christus, onze God, bidden wij de Heer. Dat dit water haar mogen worden tot het bad der wedergeboorte, tot vergeving der zonde en het kleed der onbederfelijkheid, bidden wij de Heer. Dat God de Heer de stem van ons smeken mogen verhoren, bidden wij de Heer. Dat Christia en wij bevrijd worden van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, bidden wij de Heer. Zastu pispasi pomilui sokraninas Bože Tvojeju blagodatiju. Presvjetuju, prečistuju, preblagoslovjenuju, slavnuju vladičicu, našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju so svijemi svjetujme, pomenuvše sami sebe i drug druga, već život naš Kristu Bogu predadi. Ljubenim je misericordiozu, che scruti cuori reni, che solo conosci segreti gli uomini, nulla infatti è nascosto, ma tutto è palese aperti i tuoi occhi. Tu conosci tutto ciò che è bello, di spezzare, di distogliere il tuo sguardo. Non ti racconti i miei peccati neppure in quest'ora, tu che non tieni conto dei peccati degli uomini perché possano convertirsi e purificare l'impurità del mio corpo. Non si è riprovato io stesso come schiavo del peccato. Signore, siamo buoni perché tu che non mi ero un fede guadagnato e confuso, ma invece di una potenza all'altro e fortifica tra me in questo momento. Vieni conforme a tu Cristo costei, Crizia che sta per nascere in mezzo di Elisa. Edifica il suo fondamento e io posso di profitto. Porque me estoy para que pueden ver que está siempre en la casa. Amén. Amén. I'll serve you. Me? Okay. Als misschien een beetje mama wil blijven, is goed, hè? Is oké, okay. Met mama, hè? Zo, als er...
om een beetje rustig te laten. Of papa, mama. Nu wij gaan bidden om dat te zien. Om hij zegt, daar moet daar blijven. Straks. Groot zij Gij, o Heer, en heerlijk zijn uw werken, en niemand is in staat uw wonder te bezingen. Groot zij Gij, o Heer, en heerlijk zijn uw werken, en niemand is in staat uw wonder te bezingen. Groot zij Gij, o Heer, en heerlijk zijn uw werken, en niemand is in staat uw wonder te bezingen. Want door uw wil hebt Gij alles uit het niets tot het zijn geroepen. Door macht houdt Gij heel de schepping in stand. En door uw voorzienigheid bestuurt Gij de wereld. Je hebt de vier elementen, heel de schepping samengesteld, en met de vier jaargetijden kroont Gij de kraans van het jaar. Voor uw beving en de geestelijke macht, en voor uw zing der zon. U verleidelijkt de manen tot uw smeken, de sterren. En u gehoorzaamt het licht en voor uw sidderende afgronden, uw dienende bronnen. De hemel heb gij uitgespannen als een tent. U bevestigt de aarde op de water en gij hebt de zee door zand omringd en daarover de lucht uitgebreid om ons te doen ademen. De machten der engelen dienen, en de koren der aartsengelen aanbieden, de gerubijnen voor ogen en serafijnen met zes vleugels die rond u staan, bedekken het gelaat uit vrezen voor uw ontoegankelijke heerlijkheid. Want gij, de eeuwige, oneindige en uitsprekelijke God, zijt op de aarde gekomen in de gedaante van een slaap, in de gelijkenis der mensen. Want in uw barmhartigheid, Heer, wilde gij niet verdragen te zien hoe het menselijke slacht door de deugd gekweld werd, maar gij zijt neergedaald en heeft ons gehoord. We beleiden de genade, we verkondigen de barmhartigheid, we verbergen de weldaad niet. Je hebt het zaad van onze natuur vrijgekocht, door uw geboorte hebt gij de maagdelijke schoot geheiligd, heel de schepping, zon bij uw komst. Want gij onze God zit op de aarde verschenen, en gij hebt geleefd onder de mensen, gij de wateren der Jordaan geheiligd, door u de hemel, uw alheilige geest te zenden, en gij hebt de kop van de draak verpletterd. Gij dus, o koning en mensenvriend, kom nu ook door de uitstorting van uw Heilige Geest en heilig dit water. Gij dus, o koning en mensenvriend, kom nu ook door de uitstorting van uw Heilige Geest en heilig dit water. Gij dus, o koning en mensenvriend, kom nu ook door de uitstorting van uw Heilige Geest en heilig dit water. En schenk het genade, de verlossing en de zegen van de Jordaan, maak het tot een bron van onbederfelijkheid en de gave van heiliging, tot vergeving der zonden, genezing der ziekten en val der demonen. Geef dat het onaantastbaar is voor de vijandelijke machten, maar vervul van de kracht der engelen, want uw wonderbare, heerlijke en de vijanden verschrikkende naam, o Heer, heb ik daarover afgeroepen. Mogen door die kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Mogen door die kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Mogen door die kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Voordat u nu heer verjagen en vijandige krachten, het staat in het voet dat er geest van twijfel of van gemoedes verwarring met deze dopen in het water neerdalt. Meester van het gelaat, maak dit water tot water van verlossing, tot water van genezing, dat de geest recht. Dat de geest rein maakt en de boeien der zonden verbreekt. Dat de overtredingen vergeeft en de ziel verlicht. Dat hij tot baat de wedergeboorte, tot vernieuwing van de geest, tot genade en geschenk van het kindschap, tot kleding van bederfelijkheid en bron des levens. Heer, heeft in uw gezegd, was uw woord rein en doet het kwaad weg uit uw ziel. Met de hoge kerk ook de wedergeboorte geschonken door het water en de geest. Heer, verschijn over dit water en geef dat u daarin gedoopt wordt, opnieuw geschapen wordt door het afleggen van de mens die bedorven is. En door het afleggen van de mens die vernieuwd is daar deze woord en schepsel. Hoe dit de doven die geplant is in de gelijkenis van uw dood, op deel hebben en opstaan. Mogen zij de gave van uw Heilige Geest bewaren en zonder vader en vermeerderen om de hemelse kampret te behalen. En zo geteld te worden de eerstgeboren die geschreven zijn in het koninkrijk in u, onze God en Heer Jezus Christus. Want aan u is de Heer, die gemaakt de Heer in de aanbieding, evenals aan u begin onze vader.
En u had heel goede leven maakt, nu is men al keer. En toen tot Hamburg. Van Hamburg. Ja, goed. Het is olijfolie, zo, ja, voor mij, zo, van te houden, hè. En onze Christian, hier, onze Christian. Oké, bravo. Vrede aan allen, buig de hoofd voor de Heer. Meester Heer God, onze Vader, en geeft tot nooit de ark en duf gezonden met een olijftak als zinnenbeeld van de verzoening en de redding uit de zonvloed. Daardoor heb Gij vooraf gewild het mysterie der genade, dat Gij verbonden hebt aan de vrucht van de olijfboom, om uw heilige mysterie te vervullen. Zegen ook deze olie met de kracht en de werkzaamheid van uw heilige geest. Die erover neerlaat, maakt deze olie tot balsem der onbederfelijke, tot wapenen der gerechtigheid, tot vernieuwing van ziel en lichaam, tot alweer van in werking van de deugd en tot bevrijding van alle kwaden voor de eer mee worden gezalfd. Tot eer van u en van uw enige geboren zoon en van uw alheilige goede en machtige geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat ons aandachtig zijn, halleluja. Geloofd zij God die heilig en verlik, iedere mens in de wereld komt nu in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Pomazujecia raba Božja, Krisja Joanna, elem radovanja, vo imia Otca i Sina i Svjatago Duha. Amin. Tot genezing, ja, okay. Tot genezing van ziel en van lichaam, opdat zij het geloof mogen horen. Dat zij mogen wandelen in uw schreden, uw handen hebben mij gemaakt en gevormd.
Клиси, айди така, айди така. Клиси, айди видати така. Браво. Кричипа. Кричипа. Еко. Крещається раба Божий Крисія Йоанна во ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, Крисія Саго Духа, Miro pomazanie. Печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго. Klein beetje van de harp. Geschoren wordt het hoofd van de dienares God, Christia Johanna. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Bekledu ordenina res Gods Christia Johanna. Guarda gerecti. Von Pan der Sonne, von der Heilige E baptistis e fotistis e mirotis tu onoma tu patros che tu che tu a Dio prema te. Amin. 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 Voi mi alza in sana e spiatavo Luca. Voi me vuoi una volta di fermoti di si serve di presentare un po' me. Ok. Da sal straks. Ok, bravo. Da sal straks. Ok. Nu, Christia, mag. Kleedje aan. Rustig, ja. Thank you.
Мой Криси, мой. Криса, Криса. Я не знаю. Криса. Ты совсем далеко дома. Криси. Ты все клар? Да. Крисито. Heeft Christel zuster of broer? Is dat Lesbo? Christel, Alex. Wat is uw naam? Hij is dus ook... Wesseline. Wesseline. Marie, zeer goed. Nu we gaan drie pakken rondlopen, want dat was vroeger een dans. Een dans van Kreuter voor onze Christel. Voor onze Christel, oké? Drie keer. Rondgaan, allemaal tezamen, de familie. Maar eerst Christian, ja. Peter en Meter en de ouders komen allemaal samen. Dan zullen we het ook worden in de gelijkheid aan de verrezenis.
Wij weten immers dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde vernietigd zal worden en wij voortaan niet meer slaven de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is vrij geworden van de zonde. Indien we dan met Christus gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven. Wij weten immers dat Christus, nadat hij uit de doden opgewekt is, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem, want zijn sterven was een sterven voor de zonde. Zijn leven echter is een leven voor God. Zo moet ook hij uzelf beschouwen als dood voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Lezen we het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Heer, alle Laat ons vandaag zijn de elf leerlingen vertrokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun gewezen had. Toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, doch sommigen bleven twijfelen. Maar Jezus kwam naar hen toe en zeide, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hun zonder houden alles wat ik u bevolen heb. Zit ik ben met uw dagen tot aan volledigen de tijden. Santo Spirito. Guarda. Ja, ma mamma, terapia.